hij is niet erg. Ja, hij is wel kritisch een beetje. Valt wel mee. Hij is niet zo heel moeilijk, vind ik zelf. Ja. Fout. Meervoud is trouwens ook goed door D. En Fresh zit te hinten. PD, yep.
Nummer 2. Yep. Fresh. Spain. Het is een Rebus PD. Hem. Yep. Potje. Die ging snel. Nummer 4.
duivels gebroed. Yep. Snel geraden hoor. Ik moet toch eventjes afmaken. Zo gebeurt. Ik merk het inderdaad. Hey. En 5 graden lekker. Oh. Ja, PD, dat klopt. Ik haal overal mijn woorden vandaan. Nummer 5 en daarna hebben we even plaspauze. Yep. Dacht ik maak het flapje wat duidelijker.
Even pissen, mensen. Ik zit helemaal vast in de snoertjes. En nieuw bier. Loopt, kruipt, slang zoeken. Nou, hier niet in ieder geval, nee. Maar jullie hebben toch een vermoeden waar die zit in de meterkast, Fresh? Kan je hem daar niet lokken? Anyway, na zdrowie. Even 3 minuutjes weer beginnen. Oké. Hoe vaak moet zo'n slang eten eigenlijk? Ik heb geen idee hoe die beesten werken. 1 keer per 2 weken. Oh, wauw. Serieus. Oh, dan kan het nog wel even duren voordat hij uit zijn gaatje komt. Wanneer heeft hij voor het laatst gegeten? Of zij, weet ik veel. Of weet je dat niet? Dat is wel handig, zeg, als je maar 1 keer per 2 weken zou hoeven eten. Oké. 2 weken op 1 muis. Wow.
grote jongen deed. Ik wist het toen ik dat had gezegd. Dat, ja, laat maar. Zullen we weer, mensen? Met nummer 6. Ja, klopt. D, nummer 6. Ik snap de verwarring, hoor, daar niet van.
groot is dus helemaal niks. Die ga ik even overdoen. Herinner me ineens hoe zo'n ding er eigenlijk uitziet. Yep, spelfoutje, maar inderdaad, jury lid D. Dat vinden wij niet erg. Kanonvuur. En nummer 7.
uittekenen. Yep, fresh fruit. Uitschrijven, nee, uittekenen. Fresh heeft hem. Wat is er? Was hij al eerder? Ja, er zit één T te weinig in. Maar dat noem ik een tikfout. Ik ga er nog drie doen. Nummer 9. Ik ga eerst even een slokje. Nesdrovia. Oké, enorme inhalige teug. Wat jij wil. Wat gingen we doen? Nummer 9. Ontzettend lelijke tekening. Maar goed, jullie moeten het er maar mee doen. Jeetje, snetje. Moet de regen nog tekenen. Zo, wat een eng been. Ach ja. Wat maakt het ook uit? Hij is toch wel gaan raken. Maar je had hem. Shit. Mm-hmm.
Nummer 10. De ene laatste. Jullie zagen wat voor bloem het was, is nee, niet fleur op. Ja, precies, PD, dat heb ik inderdaad getekend. Als jullie hem weten, is het van, oh ja, natuurlijk. Dat weet ik nou al. Het is één woord. Kleurenbloem. Kroos, nee. Kleurenbloem, nee. Ook niet. Ik dacht dat je zat te vloeken. Kleurenbloem. Wat ik wel leuk gevonden trouwens. Yes! Muziekfreak! Het ziet er rooskleurig uit. Ja, ik snap je reactie, muziekfreak.
Nou, de laatste. Even kijken hoor. Ga nummer 15 doen als laatste. Muisnat. Ja, dat is wel een tikfout, hè, eigenlijk. M&N zitten naast elkaar en muisnat is niks. En het gaat over schaken, dus die gaan we goed rekenen. Ach, ja, lullig is dat. Ja, ik snap hem.
vind hem eigenlijk wel erg leuk deze. Ik ga hem even afmaken, mensen, sorry. Zo, FF. Gefeliciteerd.